zandbak. Hey mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Nou, vandaag zitten we lekker in de boot, we gaan een dagje vissen. We gaan vandaag fireball vissen. We gaan eens kijken of we wat actiever de snoeken kunnen opzoeken. We vissen één hengel in de steun en eentje iets verder weg van de boot. Ik vis in dit geval met een planerboard, met een nieuw planerboard van Supra. Dus dat zijn allemaal top. Bas vist aan zijn kant met een side float. Eigenlijk hetzelfde soort systeem, alleen iets kleiner. Ook een hengeltje in de steun net naast de boot. We gaan verschillende dieptes aanhouden. En kijken waar, waar we de meeste actie op krijgen. En daar zullen we dan gericht op vissen. We hebben gewoon grote forens die we gebruiken als aas. Dus we gaan meters maken en we gaan kijken of we wat moois kunnen vangen. Dus let's go! Ik ga jullie even laten zien hoe ik een aasvis bevestig op de fireball. In dit geval een mooie grote blankvoren. Je hebt de fireball in je hand. Zorg dat je in het midden van de vis de fireball bevestigt. Even doorduwen zodat hij in het midden zit, dat is belangrijk. Vervolgens heb je aan de achterkant het lijntje met het drechtje erop. En belangrijk is, ik prik hem altijd in het midden vast. Dat is omdat die vis dan, als die gepakt wordt, beide kanten kan haken. Dus op deze manier. Dus dit is de bevestiging van de fireball. Wat is dat? Het is wel vis, maar niet op de plek. Denk je? Kijk, kant erop. Maar de hengel maar. Nou, ik ben wel in het stijl, zo. Even voelen. Kijk toch? Lekker man. Nou, wat heb je? Ja, jij zag het op de... Ja, jij zat te klooien. Goeie vis op de planer. Ja. Dat werkt. Ja, dat werkt goed, hè? Ja. Heb jij enige vorm van assistentie nodig in de vorm van een schepnet? Nou ja, het is op zich wel leuk om je eerste vis even te landen met de fireball. Nou, dat is een leuke vis, maat. In het net. Ja, lekker hoor, lekker. Ja. Eerst op de fireball, hè? Ja, en hoe? Oh. Gewoon goed, gewoon lekker. Zo. Nou, Bouw, wat heb je? Ja, eerste aanbeet op de planerboard, fireball eronder. Bas zag goed de aanbeet. Nou, ik bepaalde de spanning op, toen voelde ik dat er een vis aan zat, dat was deze. 94 centimeter, eerste fireball voor mij, dus dat is een super, super mooi begin. Ja, leuke vis, mooie aanbeet ook. Ja. Die planerboard ging in één keer de verkeerde kant op, ik denk, hé, dat klopt niet. Ja, dat is aardig gevecht gegeven ook. Daar gaat hij. Draait om, maar denk wegwezen. Hey, Til. De Pike Specialist, een 244 van Patriot. Hengel een beetje op aanraden van Hilco van Nijl, omdat hij veel met deze hengel vist en op het fireball. Wat ik gedaan heb om de diepte te kunnen achterhalen waarop de fireball aanbiedt, hebben we zeg maar op de lijn hebben we twee staartjes gemonteerd. Een rode en een stuk lager een gele. De gele heb ik afgesteld op 2 meter en de rode heb ik afgesteld op 3 meter.
dat ik heel makkelijk optisch kan zien. Als ik de gele zie, weet ik dat ik op 3 meter aan het vissen ben. De rode en op de gele op 2 meter. Dan kan ik dus heel makkelijk weten op welke diepte ik vis. Ik hou mijn dieptemeter in de gaten. Als de diepte verwisselt, dan ga ik ook mijn aasvis op een andere diepte aanbieden. Ik vis in dit geval ook met een tweede hengel. Vis ik een plenenboord. En onder een plenenboord heb ik eigenlijk een standaard diepte. Diepte van 2 meter, een veilige diepte. Omdat die kan ik niet continu wisselen. Dus die heb ik op een veilige diepte afgesteld. Van de boot af, een beetje tussen de boot en de kant in. Daar kan het natuurlijk erg schommelen met taluut die oplopen, verschillende dieptes. Dus vandaar dat ik die dus een veilige diepte heb aangehouden van rond de 2 meter. Nou, gebruik ik gewoon de elektromotor. Kilometertje per uur, dat is ongeveer wat we nu aanhouden. Niet te snel, dan moet je natuurlijk ook variëren, kijken wat er werkt. Als je merkt dat je met een hogere snelheid meer aan weet te krijgen, ga je automatisch harder varen. Maar dat is in dit geval nog niet aan de orde. Ja, zag je wat? Ja, die ging goed onder. Zal ik gewoon proberen? Ja. Ja. Kijk toch? Wauw, weer op de plenen, gek. Ja, weer op de plenen, ja. Dat is wel weer een leuke vis. Nou ja. Een goed sport. Maar hij ging. Af naar Jekko. Dat is hoekie. Stuur ondertussen de lekkermotor erbij. Ja, lekker naar buiten. Het is geen monster, maar het is wel vis. Ja. Hij doet zijn best. Hij doet zijn best, ja. Oh, nee, hij is ook weg. En weg. Nou ja, goed, in ieder geval weer actie. Even actie gehad. Dit is de planer, hè? Het plan werkt. Ik heb die nieuw binnengekregen. Supra Cruise. Die wilde ik vandaag eens gaan proberen om te kijken of dat ging met fireballen. Ja. En dat werkt eigenlijk best wel goed. Nou, top jobby. Hij gaat heel makkelijk met het minste weerstand gaat hij heel makkelijk naar buiten. Dus nou, helemaal top. Zo jongens, we zijn weer aan het einde gekomen van de visdag. We hebben lekker gevist met de fireball. Het was best wel een taaie dag. 2 aanbeten over een aantal uur, dus niet wild. Maar goed, we hebben wel vis in de boot. Mooi vis van 94 uit mijn hoofd. Dus nou, we gaan zeker wel vaker fireballen. Dus vind je het leuk, even een blauw duimpje omhoog. Wil je nog meer weten, laat dan je bericht achter in de comments. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Later!